Het is woensdag, u kijkt naar uw stad, u in de wijk Kanaaleiland. Wat hebben we voor u in de uitzending? Mijn collega Hans-Peter gaat in gesprek met Gert Dijkstra van 1 Utrecht. En hij wil weten wat zijn partij voor onze wijk zou kunnen betekenen. En verder is Jorwen bij Halloween. Dat wordt super eng. En verder ga ik zelf op bezoek bij de weggeefwinkel. Want ik wil weten, hoe gaat het nou precies in zijn werking? En wat kunnen wij als wijk betekenen voor de weggeefwinkel? En wat kunnen hun betekenen voor misschien wel u? Heel veel kijkplezier. De komende weken leggen wij de politici van Utrecht het vuur na aan de schenen als het gaat om Kanaaleiland. En vandaag is aan de beurt Gert Dijkstra, fractievoorzitter van 1 Utrecht. Gert, wat vindt 1 Utrecht eigenlijk van de wijkaanpak? Want wijken staan hoog bij jullie in het vaandel. Wat vinden jullie van dit akkoord? Nou, het akkoord vinden we onvoldoende. Dat moet echt 10 keer beter. Dus we zijn niet tevreden met het coalitieakkoord. Het verhaal over de wijkaanpak is bemoedigend. Dus dat biedt een kapstok waar je zegt, nou ja, daar kunnen we iets mee. Maar het akkoord is niet goed. En dat heeft met twee dingen te maken. De huidige coalitie besteedt... negeert of besteedt gewoon volstrekt te weinig aandacht aan de zeggenschap van mensen, aan het eigenaarschap van mensen in de wijk, zoals ook op Kanaaleiland. En het denkt niet vanuit de buurten. Het denkt vanuit de totale stad en vertaalt dat dan ontwikkelbehoeftes voor de buurt. Terwijl dat moet andersom. Je moet kijken wat moet er in de buurt, wat kan er in de buurt. En van daaruit bouw je de stad verder op. Maar pakken dan de wijkwethouders hun rol niet voldoende? Nee, dat kun je moeilijk aan één persoon toe. Dat zou geen recht doen aan alle inspanningen van een wijkwethouder. Ik denk dat dat gewoon een koers is van deze coalitie van GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie en StudentenStarter. Die zetten in op een zware stedelijke groei. Snel verdichten, veel verdichten. Natuurlijk moeten we verdichten, moeten extra woningen bij. Natuurlijk, dat wil iedereen. Maar in deze mate, in dit tempo... ten koste van de inspraak van bewoners en ten koste van de leefbaarheid in buurten, dat pakt echt verkeerd uit. En dat willen wij echt anders. Enerzijds wil de gemeente natuurlijk graag dat de wijk diverser wordt. Anderzijds willen toch de meeste mensen in deze wijk blijven wonen. Dus als er, wil dus zeggen dat er uiteindelijk meer mensen komen wonen. Ja. Nou ja, dan wil ik iets moois zeggen over Kanaaleiland. Ik ben niet de enige, want ik weet ook als geen ander dat heel veel mensen hier wonen. Hier heel graag willen blijven wonen. Dus de Kanaaleilanders die ik ken, want ik woon niet zelf op Kanaaleiland, die vinden het geen verkeerde wijk. Die mopperen wel over de wijk, daar kom ik zo nog wel even op. Want die willen allemaal dat het beter wordt. Dus die hebben echt zorg voor de wijk. Dat is ook heel mooi. Maar laten we wel zijn, het mooie van deze wijk is dat het de enige wijk is die heel divers al is. Die is al divers. Als je kijkt naar de achtergronden van mensen hier, dan woont hier echt van alles. Oorspronkelijk Nederlands, Turks, Marokkaans, Surinaams, Antilliaans, nou, enzovoort, enzovoort. Heb je dat zelf wel eens aan de orde gesteld? Dat blijkbaar hier dat het veel langer duurt voordat vuil naast de containers wordt opgehaald dan in de wijk waar je zelf woont? Nog niet, maar dat gaan we wel doen. Het is een van de, als 1 Utrecht hebben we iets van 70 punten die op onze lijst staan te doen. Dit is er één van overigens ook. En we hebben 4 de tijd en ik hoop ook echt dat we ze alle 70 allemaal één voor één echt ook in de gemeenteraad kunnen behandelen. En je wou nog terugkomen op het mopperen van de Kanaaleilanders. Spreek je veel Kanaaleilanders? Zijn die positief aan het mopperen of negatief aan het mopperen? Die zijn constructief aan het mopperen en daar houd ik van. Ik hou van constructief mopperende mensen. Je hebt ook wel een aantal mensen, die ken ik ook, die soms... Nou moet ik zeggen, teleurgesteld. Zodanig teleurgesteld zijn de overheid, en dat snap ik ook, dat ze denken, ach, laat maar. Weet je wel, die keren zich echt met de rug naar de overheid toe. Die zijn erin afgehaakt. Die heb je natuurlijk in Kanaaleiland ook, op Kanaaleiland. De verkiezingsopkomst was hier natuurlijk extreem laag. Ik woon in Oost. Daar zijn heel veel organisaties, buurtorganisaties actief. En zonder een uur van een ambtenaar regelen ze van alles. Dus er zijn een paar tientallen organisaties die doen van alles.
Maar hier heb je ook wel organisaties. Maar wat die wel nodig hebben, denk ik, en wat ik ze gun, is dat die even wat extra ondersteund worden door een gemeente met soms even een part-time professionele kracht. Of met iets meer, een klein beetje geld. Hoeft niet heel veel geld te zijn. Dus het versterken van lokale organisaties. Ik vond het heel opvallend als je een coalitiepartij hier uitnodigt en je vraagt ze met wie moet je het samen doen, dan noemen ze altijd de professionele organisaties. En heel zelden noemen ze organisaties zoals bijvoorbeeld Allemaal. Of de organisaties die allemaal een plekje hebben bij het krachtstation. En dat zijn voor mij, of voor ons, van 1 Utrecht, de organisaties waar het vooral mee moet doen. Maar die kunnen het allemaal niet zo makkelijk even vanzelf. Dus die moet je ook wat meer steunen. Dus ik denk dat je dan meer moet investeren in ruimtes en meer moet investeren als college in buurt- en burgerorganisaties. En hoe ziet wat jou betreft Kanaaleiland er over 20 jaar uit? Nou, dan hoop ik dat het een stuk schoner is. Dat mensen trots zijn op dat, hoe schoon het hier is en hoe prettig het hier is. Dat het hier altijd veilig is. Ja, nog meer van dat soort prachtige termen. Maar je moet daar een mooie droom van maken. Dus ik hoop dat dat zal nooit helemaal lukken. Maar dat het mooiste zou zijn dat, dat mensen die in Oost wonen of in Overvecht denken of op Leidse Rijn van Kanaaleiland, misschien wil ik daar ook wel wonen. He, dat het een aantrekkende kracht heeft dat mensen denken, diverse bruisende, boeiende plekken om te kunnen wonen. Week heeft u kunnen zien dat ik naar verschillende weggeefplekken in de wijk ben gegaan. En ik denk er zijn er nog meer. Ik maak een vervolg hier bij de weggeefwinkel aan de Alexander de Grotelaan. Gaat u mee? Nou, goedemorgen, 11 uur 's ochtends gaat de winkel open hier aan de Alexander de Grotelaan. Stel je even voor de kijker. Ja, ik ben Marina. Ik woon hier aan de overkant. En elke woensdag ben ik dus hier. En wat doe je dan precies hier? We ontvangen de mensen uit de wijk die hier graag even komen kijken. Ze mogen hier spullen mee komen nemen voor wat ze nodig hebben. En we hebben ook koffie en thee, dus we hebben ook tijd voor een praatje en wat gezelligheid. Ja, want we zijn hier in het verleden al een keer geweest. En het is echt wel een beetje een hype geworden, een dingetje geworden, het winkeltje. Merk je dat het nog meer is geworden dan in het afgelopen 2-3 jaar? Nou ja, door corona hebben we wel een beetje een dip gehad. We mochten niet meer open. Daarna werd dit hele flatgebouw verbouwd. Dus mochten we er ook niet in. Dus we moesten wel eventjes een hele lange adem hebben. Maar nu sinds kort zijn we weer echt elke week open. En dan merken we dat er echt veel mensen komen. Ja. En dat ze het ook leuk vinden om hier even koffie te drinken en een praatje te maken. Dus dat is heel leuk. En zijn er dan altijd dezelfde mensen die komen? Er zijn wel vaak dezelfde mensen die hier komen, ja, die ook leuk vinden om hier even koffie te drinken dus. Maar we zien toch ook alweer elke week nieuwe mensen eigenlijk. We ontmoeten ook veel nieuwe mensen. En nou woon ik zelf hier in de buurt. En naar aanleiding van vorige week ben ik al heel erg gaan opruimen en zo. Maar ik dacht ook, we hebben zoveel weggeefplekken. En ik zou best wat kunnen verdelen over de winkeltjes en plekken. Wat zijn nou dingen die je hier eigenlijk nog echt mist? Dat je denkt van, nou, kleding, dat hebben we heel veel. Maar ik zou dit wel heel graag hier willen zien. Nou, wat we eigenlijk altijd kunnen gebruiken zijn keukenspullen. Die gaan ook altijd heel snel weg. Pannen, bekers, borden, bestek. Dat zijn dingen die echt heel gewild zijn. En ook speelgoed voor kinderen. Ja, want de feestdagen die komen eraan en mensen met een kleine beurs kunnen dan hier toch nog iets voor hun kids of voor hunzelf of voor hun partner natuurlijk krijgen. Ja, zeker. Ja, je mag hier altijd komen en het is gratis. Dus wees welkom, zou ik zeggen. Want hoe lang woon je hier zelf nu al? Sinds 2015, gewoon een keer. 7 jaar. En heeft dat geholpen om meer buurtbewoners te leren kennen? Ja, heel erg. Ja, ik heb heel veel mensen leren kennen, vooral in de straat. Er komen eigenlijk vooral veel mensen hier echt uit de straat of de straten eromheen naar de winkel. En die zie ik ook bij de Dirk of die zie ik in het park.
En er zijn zelfs ook wel eens mensen die weten van... zij kan goed Nederlands spreken, dus ik kan haar misschien wel eens om hulp vragen. Ze bellen ook wel eens aan om te vragen, ik heb een moeilijke brief... of ik moet iets invullen wat ik niet begrijp. Dat vind ik eigenlijk ook heel leuk. Dat vind ik zelf heel belangrijk. Dus je hebt eigenlijk een soort van grotere buurtfunctie gekregen? Nou ja, een klein beetje, ja. Ja. Ja, en run je dit winkeltje dan helemaal alleen? Of? Nee, ik werk met Loes, een andere vrouw die ook in de flat woont. Daar zit Pauline, die werkt ook mee. En nog twee Marokkaanse dames komen eigenlijk ook altijd helpen. Ja. En de reacties van mensen? Zijn er ook emotionele reacties dat mensen hier terecht kunnen? Nou, veel mensen zijn wel heel blij als ze hier komen. We hadden laatst een Syrisch gezin, die zijn hier net komen wonen, hadden nog niet veel spullen. Die hebben wel heel veel meegenomen en wij dachten, nou, dat mag ook nu, want je hebt heel veel nodig. Dus neem het vooral mee. We hadden toevallig ook net heel veel spullen binnengekregen. En die waren echt oprecht heel blij. Wat maakt Halloween zo speciaal? Nou ja, het is een beetje spannend. Mijn zoontje van 5 die vindt al die spannende dingen dan heel leuk. Want het is spannend en gezellig. Dus voor ons is dat een beetje... we hebben veel dingen geknutseld, getekend. Voor ons is het een leuk thema om die herfstvakantie ook een beetje mee door te komen. Verder heb ik niet zoveel ervaring mee. Maar enge dingen en spannende dingen is altijd leuk. En doet de buurt ook heel erg leuk mee? Nou ja, dit is voor het eerst, dus ik was heel benieuwd wie er mee zouden doen. Maar ik zie wel overal Halloween dingen, dus het lijkt erop dat het wel goed gaat. Wat maakt Halloween nou zo speciaal? Dat het misschien wel je laatste avond kan zijn. Want wie weet komt Magere Hein. Halloween is natuurlijk om mensen te laten schrikken, maar ook gewoon om de buurt samen te brengen. En daarom hebben we dit georganiseerd. Eerst gewoon heel kleinschalig. En om te kijken van is er animo voor, maar al de kinderen die vinden het fantastisch. En iedereen wacht een beetje totdat het donkerder wordt natuurlijk, omdat ook de tijd is verzet. Dus we moeten even iets langer wachten, maar wat het speciaal maakt is de saamhorigheid. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En heeft u al veel mensen laten schrikken? Nou, ik heb er wel aardig wat laten schrikken. Kijk maar naar mijn ogen. Is het tot nu toe een beetje eng? Nee, nog niet heel erg eng. Heb je al veel snoep gekregen? Ja, een heleboel. Zijn jullie ook al lang bezig? Of? Ja. Ja, wij vinden eigenlijk heel veel huizen. Vinden niks. Wel. Maar eigenlijk hebben we wel een klein beetje snoep. De uitzending zit er alweer op. Ik hoop dat u heeft genoten. En heeft u nog tips of informatie, kunt u ons mailen op kanaleiland@uindewijk.nl. En ja, die leuke filmpjes vindt u terug op www.uindewijk.nl. Fijne avond.